Ondanks de toenemende winkelleegstand is er ook een opkomst van een generatie nieuwe winkeliers. Zij betrekken leegstaande winkelpanden, waar ze experimenteren met nieuwe ondernemingsvormen en combinaties van producten en diensten. Aan het Hudsonplein zit dit Thaise reizende restaurant. De zaak is een half jaar open. De rest van het jaar zit het stel dat de zaak runt in het buitenland. Een flexibele manier van ondernemen. En ook dat zien we steeds vaker. Kijk, wij zijn het begonnen omdat we eigenlijk altijd in januari lang weg willen naar het buitenland. We zijn ooit in Thailand terechtgekomen. Dat is ons zo bevallen dat we zeg maar in januari de winter hebben ontlopen. Dat we als vroege bejaarden al eigenlijk wilden overwinteren in een warm land. En ook is er de terugkeer van het ambachtelijke product. Duurzame producten, biologisch. In deze kleine wijnzaak in West worden natuurwijnen verkocht. We have something not so heavy, but easy drinkable. Het is echt ontstaan uit een hobby, de winkel ook. Ik woon hier om de hoek. Dit pandje stond leeg en ik ben dit erbij gaan huren naast mijn webshop en mijn proeverijen en deelname aan de markten. En nu kan ik het geen hobby meer noemen, het is nu wel gewoon mijn werk.